Welkom bij een nieuwe Bitcoin. Ja, we zijn er weer. In deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, verkopen is uh, veel gebeurd de afgelopen weken. Hè, we zaten begin, uh, begin mei, Robin, zaten we nog op uh, ruim 40.000 dollar per Bitcoin. En ja, uh, wat, uh, wat zagen we afgelopen weekend? Uh, ging die richting de 17.000 zelfs. En uh, ja, dat is even schrikken, natuurlijk. Vooral uh, als je. Ja, of op een, op, een, op een hoge prijs hebt ingekocht. Een groot deel van de markt zit dan ook onder water. Dus dat is altijd wel even slikken. We zitten, kunnen niet ontkennen dat we in een bear market zitten, toch? Ja, als je, als je dat soort termen erop wil plakken, dan uh, is het zeker een bear market. Het <laughs> <De, laughs> ja. sentiment is in ieder geval niet uh, heel vrolijk. En dat zie je eigenlijk door heel de industrie uh, doorcijpelen. Zo in de prijs, wat dan weer gevolgen heeft voor allerlei andere dingen... En vragen leenconstructies die op omvallen staan omdat er te weinig liquiditeit is enzovoort. Dus uh, ik zou geen uh, directeur willen zijn nu van zo'n uh, leningplatform, maar goed. Nee, precies. Laten we, laten we even starten met, met inderdaad uh, de miners. Uh, dat is een van de gevolgen die we zien, ja. hè, dat, dat ook miners aan het verkopen zijn. Hè? Ja. Je die hebt, zitten in uh, een zogenaamde capitulatiezone. Ja, dan moet het wel altijd uh, met een korreltje zout nemen in de zin van miners zijn wel grote holders, want die hebben, uh, die hebben gewoon meestal wel een schatkistje aan Bitcoin. Maar per dag zijn er maar 900 Bitcoin te verdelen. Dat valt mee, zeg maar die influx van 900 Bitcoin. Dat zijn wel de enige nieuwe Bitcoin die er zijn of die er op de markt mm. komen. Maar dat valt op zich mee. Maar we zagen nu ook inderdaad gewoon veel meer dan dat soort uh, dan tiental of honderden Bitcoin richting uh, verkoop gaan. En dat is ook wel logisch, want die hebben, ja. het, die hebben ook te maken met uh, hun aandelenkoers. Bijvoorbeeld in Amerika zijn heel veel beurs genoteerd. Hun aandelenkoersen zijn daar beneden aan aan het gaan. Ik kan me voorstellen dat het, de financiering iets is opgedroogd. Nou, dan moet je ergens je ja. lopende kosten van betalen. En dat, volgens mij is dat dan ook je Bitcoin-stash. Exacte details weten we natuurlijk niet, maar dat was wel te zien. Ja, inderdaad, ze hebben natuurlijk ook nog stijgende energielasten. Kun je zeggen. Hoewel een aantal van die contacten zijn dan wel. Over het algemeen langdurig, hè. langdurig vastgeklikt. Ja, of op maar, private basis met een energiebedrijf, echt lokaal, zeg maar. dus dat Mijnen zitten sowieso al op plekken waar de energievraag niet per se heel hoog is uh, vanuit andere partijen. Um, ja Wat je dus wel ziet, is omdat uh, tegelijkertijd de moeilijkheid voor het mijnen van bitcoin. Dus de computerkracht die met bitcoin gemoeid is om te minen, die bleef stijgen tot nu toe, ondanks dat die koers naar beneden aan het gaan is. En dat zorgde dus voor dat je als miner moeilijker winst draait. Je krijgt simpelweg minder dollars voor je computerkracht, voor je hash rate. Ja. Dus ja, dat soort dingetjes spelen. Dus het, uh, uh, de geschatte hash rate ligt nu ook wat lager. Dus het ligt wel in de lijn der verwachting dat een deel van de miners... tijdelijk in ieder geval even uitgaat. En dat is verder, daar, daar is Bitcoin opgebouwd, want na de 2016 bloks... Uh, om de twee weken ongeveer wordt die moeilijkheid aangepast naar hoeveel miners er actief bezig zijn geweest, zeg maar. Dus er, er verandert eigenlijk niks. Het netwerk blijft gewoon doortikken. Maar voor die miners ja. zelf, als jij degene bent die hem uit moet zetten, is het toch zuur? Nee, inderdaad. Ik dacht dat Adam Beck ook daar wel een interessant tweetje over had. Maar goed, dat ging onder andere ook over inderdaad waar de miners dan naartoe gaan. En mm -hmm. uh, dat ze toch uh, sowieso dat je nu ziet dat, in ieder geval, eerst de, de kleinere miners, uh, zeg maar, capituleren. En dan pas uiteraard de ja, grote miningbedrijven, die ook bijvoorbeeld genoteerd zijn aan de, uh, aan de Nasdaq. Nee, goed, dat uh, zover is het allemaal nog niet. Dus, uh, nee ja, dat werkt ook maar zo goed. Uh, Degenen die over zijn gebleven qua miners, die hebben dan weer een voordeeltje. En zo, zo werkt het ja. Bitcoin systeem. En, ja. Te, ja. Ja. Nou ja, het zijn ook niet de grootste groepen, hè? Uh, miners, uh, op de markt, kun je zeggen. Die markt is eigenlijk opgedeeld in een aantal um, ja, allerlei verschillende soorten segmenten, kun je zeggen. En, ja. uh, het is niet dat de miners nou de meeste bitcoin bezitten. Nee, maar het is wel een hele interessante deel... industrie natuurlijk om in de gaten te houden, want uiteindelijk ja, laten die wel uh, het hart van bitcoin kloppen, zeg maar. Ja, nou ja, het is eigenlijk in die zin een hele belangrijke metric inderdaad, de computerkracht die dus gebruikt wordt om het netwerk te beveiligen. Ja. ja, zolang die een stijgende lijn uh, vertoont. En volgens mij zei je ook hè, dat, dat in ieder geval die, zeg maar, de, de orderboeken van uh, mining uh, rig fabrikanten die zijn voorlopig ook nog gevuld tot, uh, tot eind 2020. Ja, daar hadden we vooral vorig jaar berichten over, hè, van pre-orders die dan niet in 2022, dus dit jaar geleverd konden worden, maar pas in 2023. Vanwege supply-problemen in China. Ja, onder andere. Onder andere. En gewoon uh, overal een chiptekort tekort hè, in de wereld. Dus dan moet je maar net uh, de fabrieken hebben om uh, voldoende miningchips uh, te bouwen. En, uh, en daar ja. zullen ook weer dingen gaan veranderen. Als, dit, als deze prijspunten blijven bestaan, dan uh, zal daar wellicht ook wel een uh, iets mindere vraag komen. Maar dat hebben we nog niet echt gezien, omdat dat. Ja, ik denk dat dat pas intern nu besproken wordt. Ik denk niet dat daar al. Vrolijke persberichten van naar buiten worden gestuurd. Om, hey we gaan vanaf volgend jaar minder inkopen doen. Nee. Nou ja, goed, kijk. Het verschilt ook per miner. Uh, wanneer die een bepaalde. Uh, iedereen heeft natuurlijk tegen een bepaalde kostprijs uh, gemind ook. Hè? Dus het, het zal ook weer per miner verschillen. wanneer de zeg maar zijn kostprijs aangeraakt wordt. Ja, en dan nog ga je. Je zult ook miners hebben die zeggen: van ik ga alsnog door. Maar het is en blijven wel uh, bedrijven die gewoon. De meeste kijken gewoon naar de winst natuurlijk. Ja. Nou, op macrogebied heeft bitcoin dus gewoon last uh, van uh, minder liquiditeit in de markt. Hè. We zagen die uh, um, interest hike. Of hoe noem je dat, de beleidsrente van uh, um, Federal Reserve is met 0,75% omhoog gegaan. Dat is op zich een historische verhoging. Dat is eigenlijk nog nooit uh, de afgelopen. 20 jaar volgens mij nog niet voorgekomen een dergelijke verhoging. Ja. Nou, betekent gewoon dat ook financiële markten er last van hebben, dat er gewoon minder geld is, of minder snel uh, geld uh, in omloop gebracht wordt. En uh, daar, daar, ja, goed, daar hebben aandelen en ook Bitcoin hebben er last van. Dus uh, die worden gezien als risicovol. Ja, en de rest dan, dus en het is ook uh, risicovol in de zin van als je de hele crypto space erbij pakt. Want ik wil even stap maken naar uh, de fondsen, ja. de hedgefondsen en de leenplatformen en zo. Ja, er zitten heel veel w-fouten in het huidige systeem en die worden eigenlijk nu een beetje uitgeshaked. Dus een grote shake-out gaande van allerlei yield-platformen, maar, maar ga door. Uh, ja, we kunnen even beginnen bij, uh, even kijken hoor, Three Arrows Capital. Dat is zo'n ja. Uh, ja, hedge fund die uh, is eigenlijk in de problemen gekomen met hun longposities onder andere. Die zijn dan weer uh, geconnected. Of uh, verbonden met BlockFi. Ik noem gewoon even een paar namen. Uh, mm -hmm. Want die was een van de kredietverstrekkers die dat hedgefonds, of die 3AC, dus 3 3A Capital, moest helpen. En BlockFi zit ook weer in de problemen, en die hebben weer te maken met Celsius. Dus het is een wirwar aan verschillende namen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er allerlei financiële producten zijn geleverd waar nu de, de klanten niet van kunnen uitbetaald worden. Dus er zijn rentes beloofd, er zijn allerlei. Uh, bedragen die nu moeten worden uitbetaald. En er is gewoon geen geld om dat te doen... bij heel veel verschillende platformen. Ja, en dat komt er ook omdat die, die... eigenlijk dat geld dat is vastgeklikt in een contract. Een, een soort van, ja, we noemen het even smart contract. En dat is gewoon... dat, ja, dat kan er dus ook niet uitgehaald worden. Hè? En dus dat... Uh, en bovendien zijn al die contracten... verlieslatend tegen de huidige prijzen. Ook uh, want die zijn natuurlijk afgelopen eigenlijk door Luna. Hè. Luna is eigenlijk de grote en uh, Three Arrows Capital had ook een, een hele uh, grote positie in uh, Luna. Die hebben 560 miljoen dollar hebben ze dus laten vastklikken in die Luna token. Wat en bedragen. van die van die positie is groot. Dat is iets van 600, 700 dollar uh, waard, weet je wel? Dat, dat, dat nog maar ja dat gewoon helemaal weg. Verdampt. Ja. Ja. En nou ja, goed. Uh, ik heb net ook een stukje getikt over BlockFi, uh, er was ook een uh, klokkenluider op uh, Twitter die daar uitvoerig uh, over... Het uh, dus nog, zijn nog geruchten, trededere. maar... Het zijn nog geruchten inderdaad, nou je komt er eigenlijk op neer, er was een gelekt document, het gaat over een soort marktprognose vanuit BlockFi zelf. Het leek wel echt zeg maar, hè? het was gewoon een, een, een bedrijfsdocument kun je zeggen. Uh, nou ja, het staat helemaal los van de realiteit, omdat daar wordt nog uitgaan dat, dat ze zouden groeien. Maar ze hebben eigenlijk alleen maar verlies geleden. Blockfi heeft ook um, he, heeft altijd hoge rentes beloofd aan hun klanten, Die hebben ze deels ook altijd netjes uitbetaald. Alleen ze kregen veel minder yield binnen. Dus ze hebben zeg maar de afgelopen 2021 en 2020 hebben ze 287 miljoen dollar verlies geleden op hun product. Ja. Terwijl zaten in een boelmarkt, dus ik dat is een heel groot vraagteken van ja, hoe, hoe kun je groeien, nou verliezen rijden? Dat is uh, je hebt er wel meer. Ja. Tesla. Te snel, een, te, Tes te snel gegroeid. Tesla maakt er ook een sport van om de hele tijd geen winst te maken, maar die zijn wel blijven groeien. Precies, nou, inderdaad, ze hebben waarschijnlijk te hoge rentes beloofd aan hun klanten dat, uh, en uh, daar, dat, daarmee lopen ze nu tegen de lamp aan, omdat ze ook en ze hebben dus uh, 13.500 miljoen dollar... dat is bijna niet voor te stellen... hebben ze uitgeleend aan allerlei yield-platformen. Terwijl ze hebben maar uh, een klein... Uh, Hoeveel? Zeg maar, 13.500 miljoen dollar is uitgeleend aan allerlei yield-platformen. Ja, dus 13 miljard. We uh, kijken... Nee, even kijken. Nee, 1.3 miljard denk ik. Even goed kijken. Ik zal het even opzoeken. Maar in ieder geval de verhouding is 3% uh, in cold storage en 97% procent zit, uh, is dus uitgeleend en vastgeklikt ja, Volgens in allerlei dit hield uh, contract. Volgens dit dan een gelekte ding, wat we nog niet helemaal zeker weten. Maar, zeg maar de, de precieze uh, situatie van hoe dat dan allemaal in elkaar steekt is één ding. Maar gewoon het feit dat er dus. Uh, dit soort bedrijven hebben nu te maken met dat het geld is duurder. Dus je kunt niet zomaar liquiditeit ergens vandaan krijgen. De markt droogt op, dus de klanten van onderaf brengen minder geld in. En het, dan valt gewoon mm -hmm. het piramidespelletje in elkaar. Jij ja, zei net van uh, Luna is een beetje de boosdoener. Maar eigenlijk het was het gewoon een kwestie van tijd tot iemand een deukje opliep en dat de rest volgde. Ja, maar het is inderdaad 13,5 miljard dollar. Zo. Zo, kun in, zo, kun het, uh, zo kun je het inderdaad lezen. Dus het is een behoorlijk, uh, ja, BlockFi is ook, hè. ze hadden allerlei plannen. Ze wilden ook naar de beurs. Ze wilden een Bitcoin Futures ETF gaan uh, uitgeven. Ja. Uh, nou goed, zij moeten nu ook gaan bezuinigen. Hè. De eerste uh, berichten komen wel naar buiten dat ze ook 20% van hun personeel uh, moeten ontslaan. Uh, ja, het is ook een heel apart bedrijf. Ze hebben ruim, ja, ruim 10 tot, tot, tot 13 entiteiten, verschillende entiteiten, allerlei bv'tjes die uh, in verschillende jurisdicties zijn uh, geregistreerd, et cetera. Ja, je kunt ja, je ook afvragen een... wie's fout dat is als dat moet om je bedrijfje te bouwen. <laughs> maar dat is dus een andere discussie. Het is in ieder geval ja. een, een kaartenhuis dat uh, lijkt te wankelen. En dat zie je eigenlijk voorbij komen nu in de industrie, dat er op allerlei plekken partijen al wel al aan het omvallen zijn. Dat zijn dan de kleinere partijen want zo'n blockfi of zelfs Celsius en zo, dat zijn wel uh, organisaties die uh, andere partijen ook gebruiken en nodig hebben. Dus die kunnen elkaar een beetje in leven houden misschien op een of andere manier. Maar je zag bijvoorbeeld uh, in Duitsland, ik hem even op, mm -hmm. een klein bedrijfje uh, Nouri. Nouri, ja, oké, okay, aparte naam. Uh, beter bekend als Bitwalla, Hij is opgericht in 2015. Uh, ja, Bitwalla ken ik wel van naam, trouwens. Maar goed, die hadden dus ook een renteproduct. En het wat gewoon heel de industrie door als je dat aanbiedt. En je hebt niet de reserves om het uh, uit te betalen. Dan heb je een groot probleem. En dan val je om. Ja, dat zal niet de laatste zijn. Hè. We zagen net op Twitter ook nog uh, Defiance Capital. Ja goed, het zijn allemaal bedrijven die eigenlijk heel ver afstaan van het Bitcoin protocol. Of van, maar toch weer indirect te maken hebben met, met Bitcoin. Of nou is via rap bitcoin of ze hebben bitcoin op een balans of weet je wel dus er is wel een link te maken met, uh, met bitcoin ja er is zeker een link te maken maar het is wel net als eigenlijk alles wat we nu aan het bespreken zijn wel buiten het netwerk om de miners zijn wel echt uh, zijn echt onderdeel van het, van het netwerk maar uh, die bedrijven en zo zijn natuurlijk allemaal erbuiten. buiten die eigenlijk op een hele rare manier bezig zijn gegaan met bitcoin <laughs> en nu op de blaren gaan zitten of bitcoin nog allemaal allerlei andere tokens en nu uh, hebben vooral ook de klanten daar last van, natuurlijk. Dat is ook altijd met dit soort verhalen: van, er valt van alles om. En we hebben het over de bedrijven en eventueel directeuren en zo. Maar degene die daar hun geld hebben gestald met goed, in goed vertrouwen, die zijn gewoon de schaak. Ja, nou ja, dat komt ook heel duidelijk naar voren bij, bij BlockFi. Hè? Dat uh, boekhoudkundig schort er ook nogal het nodige aan, omdat ze bijvoorbeeld ze hebben ook geen voorbehoud gemaakt in hun, uh, in hun rapportage. Dus een voorbehoud wil zeggen dat. Dat je eigenlijk boet, boekhoudkundig. Zijn die uh, ook een waarderapportages of is dat nog steeds dat gelekte? Dat is het gelekte, maar boekhoudkundig, heb, kun je dus een voorbehoud maken. Zeggen. Nou, Oké, okay, we gaan voor dat jaar gaan we dat en dat bedrag reserveren in de boeken. Mm -hmm. Mocht bijvoorbeeld ons uh, mochten bijvoorbeeld te veel verlies leiden en moeten we onze klanten zeg maar gaan vergoeden, dan kunnen we dat in de boeken opnemen als zijnde hè, een voorbehoud. Ja. Dat, 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 daar is uh, niet voor gekozen. Hè? Dus. Uh, ze hebben een verlieslatend product. Ja. Uh, er is geen voorbehoud. Dat wil zeggen, er is dus, dus, ge, totaal geen vangnet voor, voor, voor niemand. En ja, goed, deze klokkenluider vermoedt ook dat, uh, dat, dat het juist ook weer, dat hebben we bij Luna ook gezien, uh, de Mike Novogratzer van deze wereld, ja, die staan vooraan. Die staan vooraan om hun geld op te eisen. Ja. En die worden, ook, uh, die worden ook bediend. Namelijk, die krijgen hun geld terug. Maar uh, ja. Henk en Ingrid bewijzen van, die vijf, uh, 600 euro, misschien vijf, 6000 euro uh, op de, al dat soort platformen hebben staan. Ja, die, die, die staan achteraan in de rij en worden waarschijnlijk niet meer vergoed. Ja. Dus het is in die zin... Ik zit even te denken van uh, die renteproducten. De markt laat zich echt van zijn slechtste kant zien. Uh, ja, dat ja. Ja, ja, ja. Ja, is ook wel algemeen bekend, toch? Ik bedoel, er zit echt een hoop scheid in heel die industrie. <laughs> en dat, is, dat blijft ook gewoon zo, want het is allemaal open en je kunt relatief makkelijk... Ja, de regels worden steeds strenger, maar je kunt relatief makkelijk beginnen. En dan gebeuren er gewoon van alles. Maar ik zat even te denken aan die renteproducten, hoe dat nou, als je Bitcoin ergens stelt, wel kan werken. En dat is eigenlijk dus alleen als je gewoon het als een soort van uh, loyalty fee uitbrengt. Weet je wel? Van elke maand krijg je van mij wat rente. En dat, die kosten komen uit allerlei andere inkomsten van mijn bedrijf. Maar wat hier vaak gebeurde, is dat zij rente gingen aanbieden. En zelf ook weer op zoek gingen naar hogere yield om die rente te betalen. Ja, nou ja, er zijn dus uh, wel uh, bedrijven die een Proof of Reserve uh, laten zien. Dus die zeggen gewoon, ja, de, de fondsen die je naar ons toestuurt, ja, die houden we ook in cold storage. Ja, die staan hier en hier. Zeg maar. Zes en zo. Ja. 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 Dat is al de basisregel nummer één. Ja. Dat was bij Celsius niet, dat is bij BlockFi ook niet. Ik ben er gelukkig uh, altijd al sceptisch over geweest, maar... Uh... Ja, als je daar helemaal in gevangen zit, dan heb je daar allemaal niet zoveel aan, natuurlijk, dan is het gewoon. Uh, afwachten. Nee, ja, het zijn gewoon uh, kaarthuizen, inderdaad. En uh, kijk, uh, normaliter, als, het, als het, jij vraagt wanneer kan het wel werken? Ja, op zich, in een boel market, als die, als die bitcoinprijs gewoon stijgt, dan ga je natuurlijk de winsten afromen. Ja, en een deel van de winst gaat naar je klanten toe. Een ander deel bouw je zelf op. En zo bouw je wel ja, een, een liquiditeitspositie op. Waardoor je zo'n. Ook in slechte tijden heb je dan een buffertje. Ja, dat is dan het basisidee. Maar, maar volgens mij, ja, in de praktijk werkt het uiteindelijk ook niet zo. Het is ook niet voor niks dat in die traditionele wereld. die, nee. die rentes voor je spaargeld allemaal zo laag zijn. Dus gewoon, daar zijn wel redenen voor, natuurlijk. Ja, ja, ja maar ze willen en, jouw spaargeld ook, 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 helemaal niet. Dus, het liefst. In de... Nee, en, en ook, wel, uh, ja, ook wel meer regels. Hè? Dus ja. ik bedoel, de, we hebben het wel over de vrije markt hè, op dit moment. Dus uh, dit ja, zijn allemaal ongereguleerde nou, dat... bedrijven. Ja, dat wel, inderdaad. Het zijn wel uh, bedrijfjes die bestaan in allerlei uh, databases. Maar het is niet zo dat er een uh, zo streng toezicht is als op andere industrieën, ondanks alles. Nee, kijk, ik, ik wil alleen zeggen, ja goed, het is, dit, is vrije, dit is dus hoe een vrije markt werkt. En in een vrije markt ga je dus kapot. He, dit, dit, al die cryptobanken gaan dus uh, stuk. Ja, maar dat wordt. He, dus ja, die, ja, dat is de name of the game. Maar dat is het wel. Ja. Dat is met, net als met heel veel dingen. Het is niet degene, meestal niet degene die uh, aan die top van die piramide staat, die dan uh, daaronder doorgaat. Meestal. Nee. Soms wel, hè? Zeker als je een. Uh, in Amerika zul je ongetwijfeld weer een hoop uh, verschillende soorten rechtszaken krijgen, overal nergens vandaan. Het kan zijn dat er één of twee achter de tralies verdwijnen als je een uh, rechtszaakje hebt. Ja, nou alleen wat je dus nu ziet, het sentiment is natuurlijk van, oh, zit jij in de crypto -munten? of oh, uh, uh, heb je bitcoin of uh, oh, je hebt een Bitcoin-bedrijf? Dan, uh, dan zal het wel slecht gaan. Of hmm. dan, uh, ja. Waarbij, het, hè, waarbij je, bij wijze van, waarbij je sukkel dat je erin gestonken bent. Maar ja. Uh, we kunnen nou ook niet doen alsof het in de rest van de wereld nou uh, zo florissant is. We zagen toch ook een tweetje van Nick Carter uh, voorbij komen... die uh, even uh, op een rijtje zette wat er gewoon in de echte wereld bewijs van tussen haakjes aan de Buiten de bubbel. Ja. ja de aandelenkoersen en uh, staatsobligaties van Italië en allerlei andere zaken... die staan ook op, uh, op klappen in de zin van, uh, daar gaat het ook niet goed mee. <laughs> Nou ja, de economie gaat naar een recessie ofwel een depressie. We hebben een globale energie- en voedselcrisis. Uh, we hebben een hypotheekmarkt, ook in Nederland. Dat we een vrolijke podcast gingen doen. Over, over leverages. Ja. We hebben een uh, schuldencrisis. En we hebben natuurlijk hoge inflatie. En zeg maar, de consumentenvertrouwen is op een all-time low. Ja, dus... Leuk, je kunt nu haten op crypto, maar ja. Nou, oh, crypto mag hoor. Maar Bitcoin is wel leuk. Ja, je kunt haten op Bitcoin, maar inderdaad, uh, je komt er nergens mee. En dat, dat is natuurlijk ook wat we de vorige keer gezegd hebben: van um, tuurlijk. Er is nu een soort uh, uh, krabbeleid. Hè? Dus ze gaan zeg maar uh, centrale banken gaan, uh, gaan alles uh, inkrimpen. Kun je zeggen. Of ik weet niet precies nou ja, hoe je dat zegt. Dat, maar uh, daar zijn ze mee bezig, maar tegelijkertijd uh, zie je bijvoorbeeld in Europa nu dat ze toch alweer een zijwegje aan het bouwen zijn om Italië dan specifiek te helpen. En helpen betekent gewoon geldcreatie. Ja en Kijk, en dat ben ik, was ik wel eens met Martin Visser van uh, Telegraaf. Ik had een podcast geluisterd over de mogelijke eurocrisis die eraan komt. En mm -hmm. hij zei terecht van ja, uh, de Europese Centrale Bank en ook de Nederlandse Bank is een soort politiek vehikel geworden. He, dus het is niet meer, een Centrale Bank is niet een neutrale entiteit geworden. Nee, de Europese Centrale Bank wordt nu gebruikt. Om bijvoorbeeld een land als Italië zeg maar, te redden. Nou, dat is een politieke, uh, politieke daad, kun je zeggen. Hè? Dat, is niet een, 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 ja, dat is niet iets wat de uh, centrale bank zou moeten doen. Dat is aan de Europese Unie. Er zit daar ook commissie. een politica aan het hoofd, natuurlijk. Precies. is Precies. Maar Garde uh, Politica. Die zit daar niet. Ja. Die is niet per ongeluk voor met haar. Met uh, ze kan. Zo goed volg ik dat dan ook weer niet. Ze heeft een bepaald competentielijstje. En daar is ze daar neergezet. En dat was onder andere dat ze een Politica was, denk ik. Nou, en haar voorganger Draghi uh, uh, ja. was ook zeg maar een Politicus. Of die is, zit, zit nu in de Italiaanse politiek. Ja. Dus het is. Uh, het is in die zin allemaal met elkaar verweven. Hè? Uh, die wereld kun je zeggen. Ja. En ja, dan, dan, ja ik, dan is het ook wel heel makkelijk om weer tegen Bitcoin aan te schoppen, natuurlijk. Terwijl ze hebben hun eigen zaakjes niet op orde. Bijna, bijna elke industrie of plek krijgt uh, klappen momenteel. Uh, dat is zo. Tegelijkertijd, ja, Bitcoin is ook, op zich is het ook wel grappig, want Bitcoin is toch ook nog relatief klein als je alle ...alle beleggingen, alle financiële producten, alle valuta... ...wat je ook doet, allemaal bij elkaar optelt... ...dan is Bitcoin maar een heel klein, ja, alle derivaten. Heel klein onderdeeltje ja. van, het hele, van de hele wereld. En het krijgt toch relatief veel aandacht als het uh, naar beneden gaat. Maar er zijn een hoop andere dingen waar het ook slecht gaat. Nou ja, kijk, omdat uh, inderdaad... Uh, ...nu is het sentiment van... Uh, ...als je het zeg maar uh, alleen... In euro's had laten staan, dan, dan was je goed afgewezen. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, en ligt er ligt ook en aan welke we tijdspannen. En we hebben ook gewoon te maken met hoge inflatie. Dus het is, ja, er, op dit moment is er eigenlijk wat dat betreft niet echt een goede. Uh, <laughs> ja, goed. uh, alleen, ja, wat je dus wel ziet in die crypto-wereld is, is dat dat over die over leverage en al dat gokken en gespeculeer, ja, daar moet je ver van van weg blijven. Ja, gewoon heel die future markten en zo. Uh, dat is ook pas deze. Nee, reset. maar ook die yield-contracten. Ja. Ja, het hangt voor mij allemaal een beetje in hetzelfde. voor uh, futures zijn ja. echt wel nuttige toepassingen. Als je bijvoorbeeld een Bitcoin miner bent. en je wil jezelf een beetje indekken voor een dalende markt. dan kun je bijvoorbeeld een short-positie uh, opzetten. zodat mm -hmm. als er wat gebeurt, dat je toch nog een beetje liquiditeit hebt. Ik weet je, dat soort zaken. Maar het merendeel. Ja. zeker van de particuliere Eens. mensen die er uh, hun vingers aan branden. die gebruiken dat niet op die manier. Het zijn hele andere. Constructies. En dat zie je nu, dat loopt er nu uit op allerlei verschillende manieren. Want als je, je wil nu niet in die contracten zitten in deze tijden. Nee, inderdaad. En ja, goed. Uh, ja, goed, ik, ik, ik kijk gewoon naar de fundamentals. En dan, dan zie ik nog steeds een, he, een hele gezonde asset. Dus het is... Uh, ja, ja, het is allemaal kwestie van perspectief. Reden tot, perspectief. Ook een beetje, geen reden tot paniek. Een beetje kopingmechanisme. Nee. copingmechanisme. <laughs> je moet er ergens naar kijken. Maar te, stiekem is dat veel belangrijker dan de dagprijs. Alleen dat is soms moeilijk. Het is veel belangrijker dat de miners gewoon uh, hun werk blijven doen, dat het protocol draait, dat iedereen gewoon transacties kan doen, dat je ziet dat er uh, een of andere will voor bijna 2 miljard of een miljard aan bitcoin uh, van Coinbase afhaalt. Het zijn allemaal dingetjes die je gewoon kunt zien en dat werkt. Bitcoin werkt gewoon, je kunt je bitcoin opslaan, je kunt het uh, één keer goed opzetten en dan jaren, jaren niet naar kijken en dan op termijn weer een keertje gebruiken je hoeft niet constant te zijn, kan wel met een node en zo. Alles werkt nog gewoon, alleen de prijs staat eventjes wat verder van de all-time high dan gewenst. Ja, ja, dus ze zijn ook afgezakt hè, op de lijst van de grootste activa ter wereld. Ze we staan nu op plek nummer 16, begrijp ik. Uh, de hele market van Bitcoin. Ja, het is een uh, beetje die... een uh, saaie metric in de zin van, ze inderdaad gewoon de marktkapitalisatie en dan heb je dus ja. Bitcoin staat dan uh, in de buurt van Visa, United Health en Meta van Facebook. Mm. En dan heb je een market cap van gold, weet je wel, op 11 uh, biljoen ruim. Ah, Bitcoin staat nu nog maar op... Uh, uh, 390 miljard, 400 miljard daar in de buurt. Oké, okay, dus we staan in de buurt van Visa. Ja, dat is toch ook lachwekkend. Ja, dus ook, maar het, het zegt ook niks. Want dus hier, ook... hier zit ook niks in verstopt in de zin van... Uh, ja, Visa en goud of Visa en Bitcoin... heeft eigenlijk ook niet zoveel met elkaar te maken. Nee. <laughs> maar het is nee. gewoon om even nee, maar, perspectief, ja, Visa is een perspectief... hoe klein de markt is. Visa is een bedrijf. Ja, het ja. is een bedrijf wat dan ook nog genoteerd is. Ja, laten we wel weten ja. als uh, Bitcoin daar ineens uh, een aantal plaatsen omhoog gaat en zilver van uh, plek 6 stoot, dan vinden we dat ook leuk nieuws. Dus het kan wel. <laughs> Je kunt er wel eventjes naar kijken, maar het zegt verder niet zoveel. Nee, nee, maar ja, voor mij, maar goed, ik zit natuurlijk enorm in die bubbel. Dan denk ik, ja, als, visa nu gelijk, als, als Bitcoin nu gelijk staat met Visa, dan, dan is Bitcoin heel erg ondergewaardeerd. Ja. Of visa is overgewaardeerd. Ja. Maar één van de twee. Ja. Of we zien de toekomst verkeerd. Ja. Dat kan ook, hè? Ja, ja, ja. die, optie moet, die optie moet je altijd open houden. Maar daar hebben ja, we wel vaker geroepen. Wij veranderen er ook niet zoveel. Of dat nou, die prijs nu die hier staat, of voor de altijd maai. Voor een heel klein beetje van mijn euro's gaat richting bitcoin. En de rest is prima. Ja, ja dus als die, hè, je had ook een nieuwtje getikt dat uh, bitcoin een uh, 0.1. Dollar ging. Ja, was dat het? was 1 dollar cent. Oh, 1 dollar cent, ja. Zo kan je het ook zeggen. <laughs> dat was van een uh, tweet van Piet Risso, zijn uh, ja. journalist. Dit journalist die het. Uh, ja, eigenlijk een beetje in de geschiedenis van Bitcoin duikt. Die fora af, afstruint en zo over zijn het sheet een en ander heeft geschreven, gemaakt. En uh, mm. ja, die tweette wat over een, uh, een video van een live crash van Bitcoin naar uh, 1 dollar cent. Terwijl <laughs> zo, dan zie je dus uh, zo'n. Oud wallet software idee, geloof ik. En dan zie je die grafiek ineens ja. uh, helemaal naar 1 dollar cent zakken. En dan ze, om eigenlijk aan te geven van, uh, ja, dit hoort er ook bij. Helaas, helaas, het gaat niet in één rechte lijn omhoog. Ja. ja, als je kijkt naar de cycli, dan kun je zeggen, de, deze cycli, als je er nog in gelooft, hè? Als je nog in de, Cicli, de vierjarige cyclus ja. uh, gelooft die Bitcoin Cicli. maakt, dan. Dan, uh, dan is deze cycli eigenlijk uh, een beetje. Uh, Gaandeweg de helft echt gewoon keihard afge, <laughs> afgetopt en toen naar beneden gegaan. Dus het is, uh, ja. Dus we gaan het meemaken, 2024, uh, de volgende helvening, helving. Dan krijgen miners uh, krijgen, uh, 50% minder uh, blokships 50%? 50%, ja, de helft. En... Uh, dus uh, we zagen wel dat uh, wat, wat bullish nieuws toch uit Rusland kwam: uh, de Russische ja. olieproducent uh, Gazprom Neft. Ja, ja, dat is uh, we kennen, we kennen, we kennen de namen. Het laatste graden. gaat ook Bitcoin minen <laughs> en uh, Bitcoin mining bij een olieveld. Het betreft een uh, samenwerking tussen Gazprom Neft en Bit River. Bit River is volgens mij inderdaad um, ja, zo'n zo bedrijf uit Rusland die inderdaad. Gewoon in een land op zoek gaat naar locaties. Ja, maar, die staan uh, op de zwarte lijst hè, van de VS, BitRiver. Aantrekkelijke energiecontracten. En dan, ja, nou ja, dat zal wel. Maar goed, in Rusland zijn ze in ieder geval behoorlijk actief met het, inderdaad, het opzetten van uh, datacenters. Dat ja, nou, is wel om, interessant, want uh, ja, als Bitcoin wint uh, en Bitcoin mining blijft interessant voor energiebedrijven, dan worden dat hele belangrijke spelers in het uh, Bitcoin-spel. Ja en dan ja. ook vooral voor zichzelf, want in principe uh, kunnen ze gewoon extra winstmarge pakken met bitcoin. Als je een bepaalde energie dat anders verloren gaat voor bitcoin mining kunt gebruiken, dan uh, is het netto bijna altijd goed. Ja. Nou, ik, dit, uh, dit weekend legde ik ook nog even uit uh, aan een vriend van me van hoe dat nou werkt inderdaad. Uh, dus zijn conclusie ja. was ook van, oh, dus je kunt met bitcoin de sancties omzeilen. Ja. En uh, ik zeg ja, dat kan. Dat het is uh, een van de, want in principe kan Bitcoin, iedereen kan Bitcoin uh, gebruiken. Of het nou Poetin is of een of andere huurmoordenaar. Ja. Of uh, wel met Assange. Een uh, grote uh, maar, je noemt nu uh, Assange. Je kan Bitcoin wel gebruiken, maar het vrijwaart hem niet van gevolgen in de echte wereld natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar het is inderdaad niet zo dat het Bitcoin-netwerk nu zegt: van... Oh, Bitriver, jij staat op de zwarte lijst in Amerika, jij kan niet mijnen. Dat klopt. Ja. Het biedt eigenlijk uh, een permanente afnemer van uh, energiemarkten. Nou, en dat maakt eigenlijk niet uit welk, uh, uit welk land je komt. Ja, want ik begreep ook dat een hoge functionaris van, uh, van de centrale bank in Rusland... ook wel open stond om bepaalde internationale deals... Ja, dat is een beetje zo'n gerucht deals. die wel vaker doorkomt. Ja, te settelen met cryptocurrencies. Ja, wat ik er een beetje denk je toch... uithaal is... Uh, dat ze, weet je, zij noemen dat dan friendly countries, weet je wel, dat die eigenlijk mogen betalen met wat ze wat ze willen. Nou ja, ik denk niet dat er een land gaat zeggen van, oh, doe mij maar, maar lekker uitgebreid in bitcoin voor die olie. Maar wie weet. Ja, het is een volatiel beestje bitcoin, dus ik denk dat Poetin ook wel. Nou, maar als payment, prijs een als settlement real, weet je wel. Want er is natuurlijk best wel wat onzekerheid in het financiële systeem. Uh, uh, hele gebieden natuurlijk afgekapt van oh. SWIFT. Als Je zou kunnen, als je het hebt over een bitcoin wereld... je zou in theorie kunnen denken dat er... er is dan binnen tien of laten we zeggen een half uur aan een uur... als je wat meer confirmations wil. Definitief settlement van uh, miljarden transactie als je wil. Als dat is wat, ja. je, wat je zoekt, dan kan dat met bitcoin. Alleen, ik weet niet, ik heb daar geen idee van... of dat meer markt. want dat zijn ook hele actieve markten natuurlijk... die constant heen en weer gepingpongd worden... met allerlei futures en zo erbovenop. Dus ik weet niet of ze per se... Final settlement zo snel mogelijk nodig hebben voor hun betalingen, maar het zou kunnen. Ja, het lijkt. Het lijkt me voor een land ook nog wel een stap hoor, uh, om te zeggen: Oké, okay, we gaan nu, uh, weet ik veel, 100 miljard aan olie, uh, we hebben een 100 100 miljard deal. Ja. En uh, dan gaan we een deel daarvan gaan we via bitcoin settelen. En dan ja, ik zie Poetin al wachten op die confirmatie. Ja, of zijn ze uh, wel even ja. Uh, yeah. Heeft spe hij uh, speciaal een Samsung uh, hup gekocht? <laughs> nee, maar precies, yeah. maar precies dat. Kijk, uh, we hebben ondertussen allemaal wel eens een gesprekje gehad met iemand van... Oh, misschien wil Bitcoin accepteren als betaling. Nou, in Nederland kan je bijvoorbeeld even bitcassa.nl bellen. Of je kunt een open source oh, wallet uh, oh, yeah. gebruiken. Het is gewoon een Bitcoin hotline. Bitcoin en Lightning hotline. En dan kun je gewoon makkelijk Bitcoin betalingen accepteren. Maar als, bij dit soort deals gaat het natuurlijk over hele andere dingen. Dat moet je... Heel ander ja. constructietje hebben dan één of twee software wallets. Ja, inderdaad. Heb je problemen met jouw ja, Bitcoin of Lightning betaling? Uh, ja, ga bijvoorbeeld naar Bitkassa. Bitkassa van uh, Patrick van der Meijden. Die doen dat al uh, sinds 2012 of zo. Ja, lange, lange tijd in ieder geval. Ja, zij zorgen nou, Ik zou ze niet bellen dat, met allerlei uh, uh, probleempjes of zo. Het is meer als je Bitcoin <laughs> wil accepteren in <laughs> bijvoorbeeld die winkel. Dan kunnen ze je daarbij helpen. Ja, nee, precies. Dat bedoel ik. Bitcoin betalingen, daar zijn ze wel een. Uh, ja, en je een, kunt het dus zelf uh, doen. Een met de BTCP server bijvoorbeeld. Alleen dat is weer wat meer uh, micromanagement. Ja, dus stel je hebt een winkel, hè, je verkoopt tweedehands auto's en je denkt, hey, ik vind het wel leuk om een bitcoin te sparen. Ga je naar bitcoinkassa.nl. Heel simpel. Ja. Maar goed, dan gaat Nederland uh, dus niet doen. <laughs> dus ik, <laughs> ik zie dat niet zo snel op ja. die manier gebeuren. Wat, ik, wat je wel ziet, is dat dat dus onderdeel wordt van het gesprek. of in ieder geval van de speculatie eromheen. Dat was een x aantal jaar geleden ja. ook niet. Er werd wel over gefilosofeerd. Maar dat was nog niet aan de hand. En nu. Er zijn ook wel al signalen geweest van landen die het willen gaan gebruiken. op bepaalde manieren. Maar ik heb altijd het idee dat het ook meer marketing is. Net als dat een duur, uh, een duur huis verkocht wordt. wat je ook in Bitcoin kunt betalen. is ook een beetje marketing. Ja. van, kijk, ons is. Uh, ja progressief zijn. Kunnen we het sprongetje trouwens even maken naar El Salvador? Over, ja, ik wil net zeggen. Over marketing gesproken. Oh, als over marketing hebben? Ja. ja. Najib, het is een marketeer die toevallig president is geworden. Ja. Nou, niet toevallig, want hij is wel heel systematisch bezig om een bepaald uh, ja, zou ik zeggen, een bepaald land van El Salvador te maken, met bitcoin uh, in de hoofdrol eigenlijk stiekem wel. J.P. Kelen gaat mm -hmm. het over, die reageerde op de bitcoin dip, heeft met zijn land vol ingezet op bitcoin, is ook een nationale munt, ze willen 1 miljard ...aan staatsobligaties ophalen... ...met bitcoin in de hoofdrol. Uh, ja, geeft eigenlijk een tip van... Uh, ja, ...stop even met kijken naar de grafiek... ...en enjoy life. Makkelijk praten misschien. Ja, nou ja, goed. Die 1 miljard leveren nu wel iets... Uh, iets, uh, ...iets meer bitcoin op. Ja, ik zag een vind. tweetje voorbij ja. komen van iemand... ...het is dus nu de perfecte tijd om het te lanceren... ...dan kan je lekker veel bitcoin kopen. Want het plan, even voor de goede orde, is dus... ...1 miljard ja. aan staatsobligaties uitgeven... ...maar dan wel een speciale... ...waarin 500 miljoen ter helft wordt gebruikt... Om direct bitcoin te kopen. Voor de Spaarpot, zeg maar. En de andere helft wordt ingezet voor de bitcoin infrastructuur. mine op een vulkaan en de Bitcoin City en dat soort uh, utopische ideeën. Alleen ja, dat ligt nu, zit nu een beetje op de lange baan. Ja, nou ja, ik, ik kan me voorstellen, ik weet niet of dit nou echt aan de andere kant een goede timing is, omdat iedereen toch een beetje ja, in zit. Uh, ik moest er sowieso al niks maar, van hebben, het is dus niks voor mij, uh, staatsobligaties. Maar ik zou het nu ook niet, uh, je ziet bijvoorbeeld, we uh, hadden het net over, kort over Italië, die problemen beginnen daarbij bij die staatsobligaties. Dus ik weet niet of die markt nou uh, zo geschikt daarvoor is. Nee. Nee, nou, het is in ieder geval een megalomaan plan. Hè? Kun je toch wel zeggen: 1 miljard dollar dat is een hoop geld. Ja, en als je je Bitcoin opdoet, nog... is het super vet. En als je hem afdoet, denk je: van wow, dat is wel uh, een risicootje. Maar het is wel aan het gebeuren. Vijf... Ja. Ja. ja, en de helft gaat gelijk, gaat hij gelijk Bitcoin van kopen, inderdaad. Nou, is 500 miljoen dollar, dat moeten we ook nog niet. Uh, dat gaat echt weinig doen met de prijs. Ja, het is maar goed. Voor El Salvador zelf is het ook om, als dat lukt. Laat er zelfs zien dat je op deze manier staatsobligaties dus je land kunt financieren. En dat zou wel een uh, Bitcoin nieuws, uh, groot ja. Bitcoin-nieuws zijn. Ik had nog wel een grappig dingetje heeft... over uh, ja. de minister van Financiën, Alejandro Zahia. Ik weet niet of het goed uitspreekt, maar ik laat het daarbij. Die had uh, wel een vorm van creatief boekhouden, wat we allemaal wel eens gedaan hebben. Een zogenaamd verlies van 40 miljoen dollars heeft niet plaatsgevonden. We hebben namelijk niet verkocht. <laughs> ja, dat, dat is zo. Ja. Hij heeft geen gerealiseerd verlies. Nee, hij heeft je niet verkopen, geen satoshis verloren. Creëerde. Dat had hij moeten zeggen. Nee, inderdaad. Dus ze gaan ook niet verkopen, begrijp ik. Nee. Nou ja, als ze dat Volgens wel van nog. plan zijn, uh, wederom als je het hebt over marketing. Kijk, het, is ook, het zijn maar tientallen miljoenen. Hè. Dat is in El Salvador wel veel geld natuurlijk. Maar het is niet dat het land uh, op de financiële afgrond staat. door die Bitcoin-investeringen. Dat zou eerder misschien gebeuren als alle tijd en energie in het hele Bitcoin-plan uiteindelijk niet werkt. Ja. Nou, wat uh, interessant is, is dat uh, onze collega Arnold, die zit uh, vanaf juli ook weer in El Salvador. Dus uh, wie weet dat we daar ook nog wel wat, uh, een keer een uh, aflevering aan kunnen wijden. Hij, vorig jaar heeft hij uh, ook een documentaire gemaakt, Bitcoin in El Salvador, kun je gewoon vinden op YouTube. En uh, ja, is zeker het bekijken waard. Zeker, dus nou, dat, dat is, de is wel, uh, de El Salvador is natuurlijk de afgelopen tijd flink wat voorbij gekomen. Maar nu, uh, al deze nieuwe spelers eigenlijk wel. Die gaan nu voor het eerst meemaken hoe het is om, om in een bear market te zitten. Waar je de koers eventjes niet doet wat je wil. Ja. En uh, nou goed, hij zal ook een aantal verhalen uh, vanuit El Salvador gaan schrijven voor bitcoinfocus.nl. Dat is onze. Uh, Betaalde nieuwsbrief. Hij komt uh, op dinsdag, donderdag en vrijdag uit. Vrijdag is een gratis editie met Marnix. En dinsdag en donderdag doet uh, ja, de redactie van uh, bitcoinfocus.nl. Dus dat uh, gaat er vooral heen om even een kijkje te nemen. Zeker. Voor meer in-depth artikelen. We kunnen nog even een uh, uitstapje maken ja. naar uh, Elon Musk. Uitstapje. Geruchtje. Ja. Hinten naar uh, cryptobetaling op Twitter natuurlijk altijd uh, een leuk onderwerp als er iets voorbij komt over een social media platform en uh, crypto. Was het dan wel specifiek? De beste man uh, heeft ook aangegeven zijn hondencoin Dogecoin te blijven steunen. Whatever that means. <laughs> maar je kunt wel speculeren over uh, Twitter en Bitcoin. Er zijn bepaalde ja. ideeën borrelen er naar boven over, uh, bijvoorbeeld, authenticatie met uh, een Bitcoin betaling. Zodat je mm -hmm. een account hebt waar je een klein bedragje voor hebt betaald... en dan ga je niet het risico nemen... Uh, als botfarm bijvoorbeeld... om dan duizenden accounts aan te maken... waar je elke keer geld voor moet betalen. Dan wordt dat model niet meer interessant. Ik leef ook allerlei nadelen aan... want ik wil mezelf helemaal niet hoeven te identificeren. Ik wil graag een anonieme Twitter-account kunnen gebruiken. Maar dat soort implementaties wordt wel over gesproken. Ja. Interessant... Uh, uh... Twitter heeft 330 miljoen uh, unieke gebruikers per maand. Dus uh, geen kleine jongen op het gebied van social media. En uh, ja, het, uh, het zou interessant zijn als daar inderdaad meer integratie komt met uh, nou, Hij het, zegt een uh, beetje met hetzelfde betaling. als uh, wat Jack Dorsey toen nog aan het roer zat, zei in van die aandeelhoudervergaderingen, Het uh, ja. toevoegen van betaalfuncties, uh, dat, dat, nodig, dat is gewoon nodig om meer mensen aan te spreken. Dorsey had het toen over uh, om die allerlei getallen, over hoeveel mensen een bankrekening hebben en hoeveel niet. Ja, als iedereen een gratis Bitcoin wallet kan downloaden en daarmee Twitter op kan, dan wel om ads te kopen, dan wel om uh, whatever te doen, dan is dat een hele grote klantenbak uh, voor ze. Ja. Nou is Bitcoin ook nog niet zover, denk ik. dat als, uh, ik bedoel, Bitcoin Twitter is al groot. Ik weet niet of als ze nu Bitcoin integreren, dat Twitter per se heel veel growth ziet. Dat is dan wel afhankelijk van hoe ver Bitcoin zich verspreidt. Toch? Ja, nou ja, het kan, het kan wel weer een katalysator worden voor bitcoin of voor natuurlijk. Voor bitcoin dit zelf inderdaad dit soort... wel, ja, dat ja, klopt. Ja, kijk, we zitten, ja, bitcoin is gewoon ook, het gaat uiteindelijk ook gewoon om vertrouwen. Ja. He, je kunt naar allerlei metrics gaan kijken, je kunt allerlei lijntjes gaan trekken, maar uiteindelijk draait het om vertrouwen. Ga je het gebruiken, ga je het inderdaad aanhouden, he, ga je een eigen wallet aanmaken, misschien wil je wel eigen noden. Of misschien denk je van, hé, hey, uh, ik, uh, ik heb nog iemand die in de glastuinbouw zit en uh, misschien vind ik wel leuk om uh, ook uh, mee te, uh, te minen bijvoorbeeld. Of ik ga met die ondernemer in gesprek, hè, wat uh, onder andere Bette Go doet met Bitcoin Brabant. Uh, die dan bijvoorbeeld, uh, uh, agra ja, hoe noem je dat? Uh, MKB'ers eigenlijk zijn het. Ja. Die, uh, die dan overstappen Bitcoin mining. Dat zijn, dat zijn allemaal hele leuke interessante dingen. Die zijn ook allemaal gaande. En we zien natuurlijk heel veel ontwikkeling op het Lightning gebied. Ja, als je en, handig bent uh, ja, dus... in de energiemarkt, dan wel met je handen, dan wel met uh, financiën en zo. Als je daar een uh, Bitcoin-voorstel voor kunt schrijven voor bepaalde instanties, zou dat super uh, goed kunnen vallen. Want in Amerika zie je dat bijvoorbeeld wel meer. Hè? Dat je, ja. Uh, ja, wij horen dat dan eigenlijk alleen maar via podcast natuurlijk. Het is niet zo dat we daar zelf uh, aanwezig zijn. Maar dat er veel uh, energiebedrijven komen die met miners in gesprek gaan over hoe kunnen we jullie uh, gebruiken voor meer winst. Even kort samengevat. Die, die horen gewoon, hé, hey, meer omzet. Waarom niet even luisteren? Ja. Nou ja, ze zitten ook met een aantal, uh, bijvoorbeeld echt die grote jongens. Hè? Uh, Nick Carter had haar interessant uh, gesprek, volgens mij, in de podcast van die Net Natalie Brunel. Had hij het erover dat hij zit echt op het snijpunt, het snijvlak van energiesector en bitcoin sector. En hij zegt, ja, dat is echt de meest... Uh, voor hem de meest interessante plek om te zitten. Hij spreekt heel veel met miners, maar ook met energiemaatschappijen. Uh, en dat zijn eigenlijk nu nog twee gescheiden werelden, maar goed. Die, uh, hij zegt ook: Ja, voor grote energiemaatschappijen gaan hun ogen open. Want ze denken: Ja, fuck man. Normaal moeten wij een olie- en gasveld of schaliegas, uh, weet je wat, wat daar allemaal bij komt kijken. En ja. Bitcoin mining is je plucht gewoon die machines in en je gaat minen. Het is allemaal heel erg, is veel laagdrempeliger, laagdrempeliger om gewoon um, in plaats van olie, uh, haal je gewoon Bitcoin bewijs van uit de grond. En dat uh, uit, het, uit het stopcontact, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus wel uh, afhankelijk dus, van. Het is een veel uh, minder arbeidsintensieve activiteit natuurlijk. Het is dus gewoon stroom. Klopt. En kijk, het is wel afhankelijk van uh, de, het koersverloop bijvoorbeeld, ook denk ik wel qua interesse. Maar ja, aan de andere kant, als, jij gewoon een als, ja. als je anders uh, de energie gewoon verspilt, dan duurt het wel heel lang voordat je uh, een te hoge energierekening hebt. <laughs> dus het zou, zeg maar, je ziet in ja, nee, de ontwikkelingen voor hun wel is gekomen. Het, uh, ja, ik denk dat voor 20.000 dollar per bitcoin is voor sommige echt grote jongens is dat nog steeds heel aantrekkelijk, omdat het natuurlijk een hele lage... Uh, ...energieprijs hebben, dus... Ja, ik ja. heb dat een, al een tijdje niet meer gedaan... ...maar je hebt van die websites waar je... Uh, je uh, uh, ...energierekening kunt invullen... ...en een uh, miner uit kunt kiezen... ...en dan kijken of je winst zou maken... En zet, weet je wel? ...dat is nooit helemaal accuraat... Oh, ja. ...maar dat kunnen we natuurlijk op kleine schaal... ...in de praktijk gewoon doen... ...voor grote energiebedrijven is een paar miljoen... Uh, ...euro of uh, dollar... Uh, ...natuurlijk niks om gewoon te kijken... ...of je wat voor elkaar kunt krijgen in die sector... ...dat zie ik wel gebeuren... Nee. Of anders nog, hè, dat is nog wat je ook veel ziet, is dat miners gewoon de beste klant ooit worden van een energiemaatschappij. Die zeggen gewoon, hey, we willen graag jullie energie, ja. eigenlijk willen we altijd jullie energie kopen tegen deze prijs. Oh, en als je het uh, niet wil, dan kun je ons even uitzetten. Wel tegen een 4 waarschijnlijk. Oh. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt inderdaad ja. al. Uh, ja, je moet altijd wel rekening houden met lokale belangen, inderdaad. Maar ik heb, ik heb tot nu toe het idee dat de weerstand tegen een gemiddeld windparken uh, hoger is dan uh, tegen een uh, mining uh, ja. farm. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het meemaken. En uh, voor het laatste nieuws ga je naar bitcoinmincie.nl. Yes. Uh, je kunt ons ook uh, volgen op de socials: Telegram, Facebook, Twitter. YouTube natuurlijk, moet je daar uh, zitten. Vergeet uh, Hub Bitcoin niet te volgen, te liken, te reviewen en zo op je platform waar je dit op luistert. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Later. Yes. Doei.